Voordat ik bij Zorggroep Schiron kwam werken, heb ik bijna 16 jaar in een sales management rol gewerkt bij een commercieel bedrijf. Ik werkte eerst in de financiële wereld als HR-adviseur en hoewel ik het daar heel erg naar mijn zin had en uitdagingen had, miste ik het stukje maatschappelijke betekenis. Ik ben een van de ruim 100 medewerkers van het dienstencentrum van Zorggroep Schiron. Het dienstencentrum biedt ondersteuning aan onze werkmaatschappijen Siloa, Elim, Maranata en de Raad van Bestuur. Het kantoorpand van het dienstencentrum bevindt zich in Ridderkerk. Er zijn echter ook veel collega's die vanuit een van onze zorglocaties werken, maar wel onderdeel uitmaken van het dienstencentrum. Het dienstencentrum bestaat uit 3 clusters. Het cluster bedrijfsvoering, het cluster kwaliteit en veiligheid en het cluster mens en organisatie. Ieder cluster bestaat uit verschillende teams die veel samenwerken. Onderling in het dienstencentrum, maar ook met collega's in de zorg. Als HR-adviseurs adviseren we de Raad van Bestuur, managers, teams, maar ook individuele collega's over allerlei HR-vraagstukken. Dus dat kan zijn, hoe houden we medewerkers fit en vitaal om hun werk goed te kunnen blijven doen? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers het werk doen wat past bij hun kwaliteiten en competenties? En wat zijn dan de arbeidsvoorwaarden die passen bij die verschillende functies? Naast mijn werk bij Schiron ben ik ook nog hulpkoster bij ons in de gemeente. Daar ben je ook bezig in de uitvoering van wat neventaken. En kan je ook ICT combineren met een stukje gastvrijheid en zorg. Ja, Schiron is natuurlijk ook een christelijke organisatie. Met dezelfde normen en waarden die ik heb. Uitgaande ook vanuit een kerkelijke gemeente zoals die van ons is. Dus dan past dat in die zin wel allemaal bij elkaar. Ik ben adviseur kwaliteit en veiligheid bij Zorggroep Schiron. En vanuit mijn ervaring als verpleegkundige bij woonlocatie De Akker in Bodegraven weet ik hoe belangrijk het is dat beleid goed aansluit bij de praktijk. Onze oudste zoon, die is 3, die heeft een genetische afwijking. Zij heeft nu ook een stukje extra zorg nodig. En we merken, ook al is hij nog jong, nu al dat het heel belangrijk is dat de zorg, het onderwijs wat hij krijgt en de thuissituatie, dat die op elkaar aansluiten, zodat een bepaalde structuur is en ook herkenning, dat je bijvoorbeeld een maaltijd begint met gebed. En we weten niet hoe zijn toekomst eruit ziet, maar we vinden het wel heel belangrijk dat als hij of zijn leeftijdsgenoten in de toekomst een stuk zorg en begeleiding nodig hebben, dat dat dan nog steeds geboden kan worden in identiteitsgebonden instellingen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat onze bewoners identiteitsgebonden zorg ontvangen. En dan is het mooi om daar een bijdrage in te kunnen leveren aan de zorg die aan hen gegeven wordt. De normen en waarden die zij gewend waren vanuit thuis, die geven wij hier ook mee. Dat gebaseerd op Gods woord. En dat voelde voor mij wel als een roeping om mijn kennis en ervaring ook voor deze organisatie in te gaan zetten. Ieder cluster heeft 10 keer per jaar een portefeuilleoverleg met een aantal adviseurs en een aantal managers van de locaties. Tijdens de portefeuilleoverleggen wordt er bijvoorbeeld gesproken over het medicatiebeleid, over het beleid rondom voedselveiligheid, over de wetzorg en dwang, over ambulante zorg, maar ook over de CAO, over het medewerkerstevredenheidsonderzoek, ook over begrotingen. Over al dat soort onderwerpen wordt afhankelijk van het cluster, afhankelijk van het portefeuilleoverleg gesproken. Er wordt dan afhankelijk van het onderwerp een besluit genomen door het strategisch team of de Raad van Bestuur. En afhankelijk van het onderwerp, van het voorgenomen besluit, is soms ook een advies of instemming nodig van de ondernemingsraad of van de cliëntenraad of van de Raad van Advies of van de Raad van Toezicht. Ja, ik heb een oom met een verstandelijke beperking. Hij woont in Tara in Barneveld. En bij hem zie ik juist hoe belangrijk het is dat er identiteitsgebonden zorg is. Hij vertelt op maandag bijvoorbeeld graag wat er in de kerk gezongen is, welke dominee er gepreekt heeft. En als hij in een seculiere instelling zou zitten, dan krijgt hij daar niet het stukje herkenning wat hij in Tara wel krijgt. Hij kan, nou ja, met ze erover praten, maar er wordt ook gewoon aan tafel Bijbel gelezen. Er wordt gebeden, ze gaan samen naar de kerk. En zo sluit het heel erg aan op de belevingswereld zoals hij die al jaren gewend was bij mijn oma thuis. We vertalen wet en regelgeving
naar uitvoerbaar beleid. En denk dan bijvoorbeeld aan de wet zorg en dwang. En ook als we bijvoorbeeld denken aan het medicatiebeleid. Mijn werk is geslaagd als de zorgmedewerker, wie dan ook in de organisatie, weet wat hij moet doen. Hoe moeilijk een beleid soms ook is, als diegene weet van ik kan op deze manier uitvoeren en die komt een stapje verder in de zorg en de cliënt is daarmee geholpen en staat daarin centraal, dan is mijn werk geslaagd. Hebben de verhalen van deze collega's je nieuwsgierig gemaakt of heb je een vraag? Kom dan gerust eens een kop koffie drinken in Ridderkerk. Je kunt ons ook altijd bellen of mailen. Wil je meer weten over ons zorgaanbod? Of spreekt het werk in onze organisatie je aan? Neem dan contact met ons op.